Ja, hallo allemaal, dit is Björn van Oftewel Bliefjes en van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2020 met een Bliefje natuurlijk. En vandaag, dames en heren, gaan wij in de Thalys rijden vanuit Rotterdam naar Amsterdam Centraal via Schiphol. We rijden vandaag in een repaint van DCR die bedoeld is voor het 100-jarige bestaan van KLM. Daarover zal ik zo meteen meer vertellen. Maar eerst, goedemorgen meester. U bent zojuist aangekomen voor de stoptonen zijn vlak voor Rotterdam Centraal. U bent onderweg met Thalys 9391 uit Parijs en onderweg naar Amsterdam Centraal. Als het sein uit standbeeld stop is gekomen, mag u verder rijden naar Rotterdam Centraal. Nou, dat is goed. Even eventjes kijken. Nou, ondertussen is het sein al uit standbeeld gekomen, gelukkig. Dan gaan we even de cruise control zetten weer op 40. Nou, niet al te snel in ieder geval. Kunnen de remmen los. En dan gaan wij Rotterdam Centraal binnenrijden. Met de ruitenwissers aan natuurlijk. Zo. Goed, en nogmaals dames en heren. Deze repaint is eigenlijk dus gemaakt. Wat trouwens eerst fout ging, by the way. Ik had deze repaint had ik netjes geïnstalleerd. Had ik netjes voor klaargezet. Maar op de een of andere manier bleek het zo te zijn dat een van deze achterste wagons, dat ging niet helemaal goed. Want die bleek omhoog te staan ofzo. Ik kon er wel mee rijden, maar hij stond gewoon omhoog. Dus ik vond het zo bijzonder. Maar goed, ik heb het probleem weer te fixen door de trein even netjes opnieuw neer te zetten. En nu kunnen we alsnog mooi richting station Rotterdam Centraal rijden. Wel moet ik zo meteen de pantografen nog even goed zetten, bedenk ik me net. Maar dat doe ik zo meteen wel als we stilstaan in Rotterdam. Zo. Zo, die mogen nu wel uit. Ik bedoel, het regent niet in het station, gelukkig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hartstikke mooi, doe even de deur open. Zo, en wat ik jullie dus in ieder geval nog wil vertellen, deze repaint is dus gemaakt door DCR. Staat afgekort voor Dutch Repaint, Dutch Community Repaint. Ik ben dus heel slecht in namen. En dit is een van de repaints die in hun pakket wordt aangeboden. Een andere repaint, of ze hebben nog twee andere repaints bij hun pakket in zitten. Dat is de IZI Thalys. Dan heb je nog twee consists van de PBA uit 2009. En je hebt twee consists van de PBA uit 2017. Oh ja, dit is trouwens een bug. Moet je niet opletten. Dit komt door DTG schijnbaar. Die hebben die boel niet goed voor elkaar. En wat ik wel even ga doen, is netjes deze op de juiste zetten. En dan rijden we nu op... Dit gaat gewoon niet goed. Maar ik heb nu wel voltage gezet op de juiste... hoe heet het ook alweer? Op de juiste... op het juiste net. Daar is waar het om gaat in ieder geval. Nou, we gaan dus ook wel even een mooie screenshot maken van deze lijpe Thalys. Want dit is ook, zeg maar eerlijk, dit is gewoon een lijpe Thalys. En wij mogen dan zometeen om... die SNG kan er ook heel erg bijzonder aan. Oh ja, ik heb de tijd nog vooruitgestrakeld staan. Dan gaan wij zo meteen onderweg. Ik doe vast even de remmen er vanaf. Dan kunnen we zo meteen nog vertrekken. U mag vertrekken. Volgende station is Schiphol. Nou, ik kan sowieso niet te snel rijden gezien ik nog netjes de... Hoe heet dat erop heb staan? De cruise control van 40 km per uur. Nou, alleen is deze trein nog een vervelende bug. En dat is op het moment dat jij de tractie omhoog, verder omhoog gooit, dan geeft hij geen tractie meer totdat hij klaar is met ophogen. Ja, ik weet ook niet waarom, het zijn allemaal zo. Maar we zijn in ieder geval mooi vertrokken nu. En we rijden langs een DDZ heen. We rijden met een DDZ. 60 ga je trouwens.
Nuland is een 80. Mocht die zet, die mag lekker links blijven. Wij gaan zometeen lekker de HSL op namelijk. Dat is veel leuker en veel cooler. Zo, die zit weer op 100. En het weer is ondertussen omgeslagen. Gebeurt niet vaak in Nederland, maar het weer is omgeslagen. Dus we hebben iets beter weer momenteel. Nou, we gaan zometeen wel even blijven opletten natuurlijk. Want we komen zometeen natuurlijk wel in een gebied waarbij de tractie er vanaf moet. Alleen nog geen idee wanneer het is. Dus we moeten vooral de borden even in de gaten blijven houden en dan zien we het vanzelf. Nou, nu mogen we naar 140 in. Kozinnen. Zo, die gaat weer voor 100. Ik vraag me af of ik die bordjes nu al echt gewoon gemist heb. Of met een beetje geluk zitten ze zometeen in de tunnel. De bordjes waar ik de taxi weg moet halen en dat soort dingetjes. Ja, hier dus. Zo, pantograaf down. Ik zet die alvast even om. Die staat wel goed. Even kijken, voor mij staat pantograaf up 8. Pantograaf op zich. Oké, die mag weer up dus. Poep. En dan kunnen we tractie geven. Even op de volle 100 natuurlijk. Hop het weer. En dat is natuurlijk wel leuk dat je straks ontzettend hard mag rijden. Kun je nog in een ander gebied? Nee, je kunt alleen maar hier zitten, lijkt erop. Ja, helaas. Anders had ik wel graag in dat dubbeldeks stukje willen zitten, maar dat kan niet. Nou, 210. Hoppakee. Oh ja, de vorige keer reed ik met zo'n open ding en schijnbaar kon je dat met de N of... Ja, met de N inderdaad, dat was het. Met de N kun je dit grappige ding openen. Nou ja. Vorige keer reed ik met een open koppelbak. Had ik even niet helemaal in de gaten. Zorgde wel voor hilarische beelden trouwens, daar niet van. Maar goed, we kunnen nu met volle snelheid kunnen wij gaan rijden hier. Maar ja, tot zover is toegestaan in ieder geval, nu 250. Volgens mij klopt dan trouwens de... Nee, die klopt volgens mij hier ook niet. Ja, de pantograaf heeft hier ook hetzelfde probleem, helaas. Ik dacht van misschien dat het hier dan wel opgelost is, maar nee. Die gaat nog steeds helemaal naar de knop in, die pantograaf. Oh, 290 zometeen, yeah. Dat zijn de snelheden die we graag willen zien, hè. Gewoon 300 km per uur met de talies over de baan heen. En daar staat dan de wonderbaarlijke 300 km per uur. Dat vind ik wel fijn. Zo, dan knallen we zo meteen naar 300. Zo,
mogen eindelijk 300 km per uur rijden. Dat is nog eens een keer fijn. Ik vind wel dat we ergens hier een drive-by moeten doen trouwens, anders even kijken waar is het misschien mooi om te doen. Gooi hier langs de kant van de weg of zo. Kan wel toch, gooi even langs de kant van de weg. Zo vaak sta je ook weer niet hier. Hoppakee. Yeah. Voordat je het weet is dat ding al voorbij gescheurd natuurlijk. Laten we eens even op de kaart kijken, by the way. Even checken of er niet stiekem ergens een trein voor ons aan het rijden is. Die ons in gevaar kan brengen. Oké, die grote vriend die staat gewoon stil. Aan de andere kant moeten wij best nog wel een poosje verder, maar... Oh. Dan moeten we zometeen wel even in de gaten houden. Laten we even tractie loslaten. Dit trein moet zo meteen wel bewegen natuurlijk. Even kijken, waar staat hij? Bocht, bocht. Ik hoop dat jij zo meteen gaat bewegen, meneer. Maar laten we zeggen, op het moment dat wij... Waar reden wij eigenlijk? Hier. We houden de boel even netjes in de gaten, denk ik. Even kijken, hij telt nu de tijd wel weer op. Dus betekent dat hij nu aan het rijden is gegaan. Nee, dat is niet die. Ja, hij is gaan rijden. Mooi. Nou, dan is dit nog wel te doen, denk ik. We komen nu al met een rap tempo in de buurt namelijk, dus... Laten we dat maar niet doen. Ach, en dat gaat natuurlijk ook weer regenen. Nou, maar goed dat ik überhaupt op die kaart heb gekeken, bedenk ik me net.
Er was ook geen waarschuwing van, joh, pas op, er staat een trein in de buurt. Nee, je moet er maar vanzelf achter komen. Dat is ook wel een feestje geweest, of niet soms? Kijken of we nu een beetje veilig zitten, want wij scheuren nu hier. Ah, wel even opschieten, mallet. ICR die rijdt in ieder geval niet heel erg ramp door. Die is nog niet bij Hofdorp. Waardoor wij dus deze aangepaste snelheid aanhouden natuurlijk. Dat is meer dus daardoor. Ik denk dat het zo meteen ook wel weer goed zit, hè? Voor mij komen ze ook in de buurt van spanningsbogen, dacht ik. En dan kunnen we straks gewoon lekker weer normaal de seinen in de gaten houden. Dat is ook wel fijn. Tractie hebben we losgelaten, dus dat hoeven we gelukkig niet in de gaten te houden. Alleen de pantograaf moet ik op tijd naar beneden doen. Zo, pantograaf naar beneden wordt nu gezegd. 140, ja, mooi. Pantograaf is naar beneden. Dan zetten we deze vast op normaal. Normaal gesproken werd ATB inderdaad hier ingeschakeld. Pantograaf omhoog voor. 8 bakken, dacht ik. Deze mogen we hebben. Zo, pantograaf weer omhoog. Deze gaat op 130. Nu station Hofdorp voorbij.
kunnen nu mooi doorgaan naar station Schiphol. Ik zal de muis even uit het beeld doen, anders is het zo lastig kijken. En dan gaan we zo meteen de Schiphol-tunnel in. Nou, die mag weer uit dus. Ook niet op interval, maar echt gewoon helemaal uit. Zo, welkom in de Schiphol-tunnel. Eventjes de cabineverlichting aandoen. Ochtend even wat mooier en zo. Remmen naar 60. Mag wel iets steviger, zie ik wel. Oké, dames en heren, ons volgende station is station Schiphol. Nu kunt u overstappen naar vliegtuigen. Kijk, daar is hij langzaam dan weer Intercity direct ook wel. Hoe laat moest hij hier zijn? 26. Oh. Tijd staat om even lekker uit te laten rollen dus. Ik heb 10 pakken, dus lekker hier uit laten rollen. Zo. Kunnen we eens mooi hier naar huis stappen. Wachten tot en met 27. Nou, we zijn dan in ieder geval wel mooi op tijd gekomen. Dat is wel een ding dat zeker is. Er staat hier nog een SLT'tje. Die zal niet aan het wachten zijn, maar die is gewoon echt like, letterlijk. Nou, je zou zeggen die is niet aan het wachten, maar misschien ook wel. En ik hoorde hier nog ergens een trein. Maar waar die zit. Oh, daar, kom lopen. Huh? Oh. Dit is dus station Schiphol van bovenaf. Als wel ook de Schiphol-tunnel en dat soort dingen zijn dus allemaal onder de grond gebouwd. En ploep, station Schiphol. Even kijken, die koploper die is ook helemaal doorgegaan naar dat stuk inschrijven. Oké. Tjoepetjoepetjoepedoe, daar staan wij. Hoor ik hier iets remmen nog? Wat geeft hier zo'n knijsterend, irritant geluid? Waar zijn wij? Ik heb geen idee wat er zo'n irritant geluid gaf, maar ik weet wel dat er zometeen een trein aankomt rijden. Probeert.
Die is, moet helaas in de tunnel stilstaan. Even kijken, waar zit hij? Waar zit die vrolijke Harry daar toch? Hallo! Gezellig, want die wachten. Oh, hij heeft rood. Waarom dan? Ja, omdat waarschijnlijk hij er nog staat. Wat een ontzettend irritant geluid hoor ik toch elke keer hier. Ik weet niet wat voor geluid het is, eerlijk gezegd. Dat maakt het helemaal vervelender. Oh, misschien zijn er wel van die vliegtuiggeleiden. Oh, daar komt nog een andere Thalys. De koploper die gaat ook vandoor volgens mij. Yep, die gaat er vandoor. En jij? Oh, die is al weg. Oké. Niemand dat jij zo meteen hier netjes gaat stoppen. Met je rare ruitenwisser. U mag vertrekken naar eindbestemming Amsterdam Centraal. Oké. Dat is goed. Dan gaan we dat doen. Zo. Tractiekraan is open. Eigenlijk best wel ernstig. Ik heb niet eens gekeken of het überhaupt wel veilig was. Ik moet er gewoon vanuit gaan dat het veilig is. Tot nu toe alleen nog maar 60 en zometeen optrekken naar 130. Voor mij zijn dat vliegtuig geluid wat ik elke keer hoor. Zo. Ja, ik kan meer tractie geven, maar kijk, dit bedoel ik dus. Als je onderweg bent naar meer tractie geven dan... Dan geeft hij gewoon geen tractie. Maar goed. Als het goed is hebben we zometeen ook geen problemen meer met de ICR die vertraagd voor ons aan het rijden was. Dus ik hoop dat het goed gaat. Oh, is dat 140? Geintje! Oh ja, ik had hem op 160 staan. Whoopsie. Foutje bedankt. Kijk, afremmen na 80 km per uur. Dus dit 90, 80 of zo. Ik vind het wel jammer dat we niet aan de andere kant kunnen rijden. Wel vind ik dit leuk gedaan natuurlijk. De snelwegen en dat soort dingetjes. Daar is natuurlijk een ongeluk gebeurd, daarom het allemaal stil staat. Verklaart in ieder geval wel veel. Ze zijn ook mooi op tijd afgeremd moet ik zeggen. En volgens mij gaan we dan zo meteen die flyover over, dacht ik toch of niet. Dat zou ik wel zo mooi vinden trouwens. Yeah, flyover tijd.
Daar wil ik natuurlijk weer een mooi screenshot van hebben, want dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Screenshot gemaakt op de flyover. Moet wel even daar een mooi plekje voor vinden. Uppatee. Ja, want zo staat het namelijk de hemel op. En dat is van, dat is mooi. Aha. Nou, daar is weer IC Direct. Kunnen we zometeen weer naar 130 km per uur. Voor even. Volop tractie. Zo. Vast even weer naar 90. In dit tempo moeten wij dan naar station Amsterdam Centraal verder rijden. 80 zie ik alweer. Nou, dan gaan we zo meteen weer omhoog langs het mooie glazen station. En ik zie hoe het gaat regenen. Je zou juist wel niet kunnen voorstellen dat deze trein ook daadwerkelijk deze route gewoon rijdt. Ik bedoel, als je langs voor een station Slotermeer, dacht ik, als je dan gaat, zo'n Thalys, je zou meer verwachten dat hij gewoon overal een soort van snellere verbinding naar Amsterdam Centraal moet kunnen rijden.
laten we toch maar even de turbo. Maar trouwens, ja, wat ik al zei. Of misschien wel of niet. Maar de vorige keer had ik dus. Even kijken. Waarschijnlijk had ik de toeter een keer misgedrukt, waardoor dit openging. Schijnbaar kun je dit met de N-knop kun je dit in- en uitschakelen. Of nou ja, open en dichtzetten. Dat wist ik gewoon echt niet eens. Zal ik je dat vertellen? Ik wist gewoon echt serieus niet dat je dat zo op die manier open en dicht kon zetten. Dat is best wel grappig. Ik zie nog steeds nergens potjes dat we hoeven af te remmen, eerlijk gezegd. Dus misschien kunnen we gewoon lekker met 80 hier gewoon overheen scheuren. Dit is ook gewoon 80. Gewoon dom door blijven rijden. Aankondiging voor afremmen naar 60 in ieder geval. Ik weet niet of hij voor ons bedoeld is, ja of nee, maar hij doet het toch wel. Daar ben er wel iets van bij staat dat je 60 moet gaan rijden binnenkort. Ja, toch wel 60. En dit is voor 40. Voor 40. We hebben nog één. Oh, niet dus. Maar is het nou wel of niet? Nee. Ja, remmen, vriend. Ja, dan doe ik het zelf al, hoor. Zo. Ik moet eerst even zeker weten of die rood voor ons terecht is, ja of nee. Oh. Well, that's your answer. Niet dus. Ja, doe maar rijden, vriend. Oh, doet hij al. Oké. Ik dacht dat die rood voor ons terecht was, maar schijnbaar was dat een bug zijn, om maar zo te zeggen dan. Even kijken, 39 aankomsttijd toch? Yep. Nou ja, tussen 39 en dat. Gaat wel goed komen. Oh nee, are you kidding me? Oh, ik wou net zeggen. Ik wou net zeggen, die gaat ons even last minute inrammen, maar gelukkig is dat niet zo. Nou, wij mogen gaan staan op spoor 13B. Mag wel uit. De ruitwis heb je niet echt nodig onder een overkapping, lijkt me. En zo, gooi die rem dan wel lekker volop. Aangekomen en al. Zo. Nou, dat staat ook wel weer lekker zo. Maar goed, dat maakt op zich niet heel veel uit.
Goed, dames en heren, ik hoop dat jullie in ieder geval hebben kunnen genieten van deze episode. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens natuurlijk een leuke comment voor de volgende keer. En als je uiteraard meer wil zien van mijn episodes, dan kun je gewoon abonneren op het kanaal. Dames en heren, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.